de kernvraag, wordt het erger? Nou, ik krijg steeds meer geluiden te horen van, ja, over 5 jaar moeten we weer weg zijn. En ze zien dus duidelijk een trend van stijgend antisemitisme en of stijgend antizionisme. Eigenlijk ben ik verbijsterd over wat ik tot nu toe heb gehoord. Mijn Amsterdam, waar ik geboren en getogen ben, dat was zo ongeveer de meest Joodse stad van Europa, het Jeruzalem van het Westen. En dat veranderde tijdens de Tweede Wereldoorlog. Zo'n 80% van de Joodse bevolking kwam nooit meer terug. Maar ik dacht dat dat nooit meer zou gebeuren, niet meer zou kunnen. Maar nu steekt het opnieuw de kop op.